Stel, je komt erachter dat je buurman synthetische drugs produceert in zijn eigen huis. Hoi. Wat is dan jouw reactie? Ik zou verbaasd zijn, maar ik denk dat ik voor de rest, zolang het mij geen overlast veroorzaakt, zou ik niks doen. Ik denk dat ik niet zou weten wat ik zou moeten doen. Nee, ik ook niet. Nee. Kijk even met me mee in deze buurt. Hier woon jij en hier zit een drugslab. En dit drugslab zorgt voor criminaliteit in de buurt, waardoor jij bijvoorbeeld 's avonds niet graag meer over straat gaat. En dat is niet het enige probleem. Er is ook een direct gevaar. Dit drugslab kan in de brand vliegen. Of nog erger, het explodeert. Nee, ik denk niet dat er bij mij in de buurt een drugslab zit. Ik woon zo afgelegen, dus dat zal wel niet. Nou, ik mag hopen van niet. Nee. Niet dat ik weet. Nee, niet dat wij weten. Nee. Nee. Voor veel mensen klinkt het dus als een ver van hun bed show. Maar toch is dat niet helemaal waar. Want het onderzoek blijkt dat voor de handel en productie in drugs met name woonhuizen worden gebruikt. Even een klein rekensommetje. In Nederland hebben we 7,8 miljoen woonhuizen. 40.000 daarvan worden gebruikt voor criminele drugsactiviteiten. En dat betekent dus dat 1 op de 200 woningen gebruikt wordt voor criminaliteit in drugs. Een drugslab in jouw buurt komt dus vaker voor dan je denkt. Maar hoe herken je er dan een? We zijn weer terug in jouw buurt en hier zat dat drugslab. Maar hoe weet jij nou dat daar een drugslab zit? Nou, waar je op zou kunnen letten is dat witte busje wat aankomt rijden en vlak voor de deur parkeert. Waardoor je ook niet meer kunt zien wat daar in en uitgeladen wordt. Of die vreemde figuren die daar rondlopen op tijdstippen die eigenlijk ook niet heel logisch zijn. Wat doen zij daar? En ook de ramen van deze woningen zijn vaak afgeplakt, waardoor je ook niet naar binnen kunt kijken. Want ja, op pottenkijkers zitten ze natuurlijk niet te wachten. En dan heb je ook nog die geur. Die geur van aceton of van amandel, die je eigenlijk niet zo goed kunt plaatsen in een woonwijk. Het kan allemaal wijzen op een drugslab. Denk je nu van, nou ja, datgene wat bij mij in de buurt gebeurt, klopt misschien toch ook niet helemaal? Schrijf dan opvallende gegevens op, zoals kentekens. En meld deze bij de politie of bij Meldmisdaad Anoniem. Heb je na het zien van deze video nog vragen of wil je meer weten? Laat het ons dan weten in een reactie hieronder of stuur ons een DM.